Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Heren, wat verwacht Tim van de volgende extra gemeenteraad? Wij vragen duidelijkheid aan deze meerderheid. Is turnout nog bestuurbaar? Is er nog een meerderheid? Dat vraagt de oppositie namens de volledige turnoutse bevolking. Luc, de vorige gemeenteraad heeft niet veel opgebracht. Wat was uw kijk daarop? Inderdaad, het was dus zo dat de meerderheid afwezig bleef en dat er nog kritiek vanuit die meerderheid was op het bijeenroepen van een extra gemeenteraad zonder enig overleg en dat dat de stad heel wat geld kost. Nu, wij als oppositie hadden alleen uitleg verwacht van N-VA uit over de ruzie en de oplossingen daarvoor. We hebben dat in de kranten mogen lezen, maar voor ons bleef er geen enkele mogelijkheid over om hoe dan ook maar aan informatie te komen. Denken jullie dat jullie echt concrete antwoorden nu gaan krijgen? Wij weten het alvast niet. Wij zien er naar uit. Alleszins zal er een antwoord moeten komen, want de stemming, hoe dan ook, zal doorgaan met het aantal leden dat aanwezig is. Wat verwacht je van de andere partijen, van de andere meerderheidspartijen, Toon? Tot hiertoe hebben ze zich een beetje op de achtergrond gehouden, terwijl ze een even grote verantwoordelijkheid dragen natuurlijk als meerderheidspartij. Dus ze zouden tenminste duidelijkheid kunnen vragen aan de grootste meerderheidspartij in hun coalitie. En eigenlijk tot verantwoording roepen en dan ook meewerken aan de communicatie naar de volledige gemeenteraad. Dus ook naar ons toe en naar heel Turnhout. Het wordt eigenlijk nu toch wel echt tijd om te gaan besturen? Ik denk dat we al 8 maanden onderweg zijn en dat er nog weinig of niets gebeurd is op deze moment. Op het einde van het jaar moet er een beleidsplan klaar liggen. Moeten er besparingen gepland worden voor 50 miljoen euro, wat toch wel niks is. Dus wij eisen en wij vragen dat er dringend overleg en beslissingen genomen wordt voor het beleid in Turnhout. En als het nu op die gemeenteraad tot een stemming zou komen, wat voor signaal geeft dat naar de bevolking? Kwestie van vertrouwen in het beleid. Ja, als er een stemming komt, dan hangt het natuurlijk van het resultaat af. Hè. Als er inderdaad wordt besloten door de gemeenteraad dat er onbestuurbaarheid is in Turnhout, ja, dan moeten er maatregelen genomen worden. Die zullen in eerste instantie vanuit het provinciale niveau komen. Maar laat ons hopen dat het niet zo ver komt. Dat er inderdaad nog een stabiel bestuur mogelijk is. Maar daar moet nu wel eens duidelijkheid in komen. Nieuwe meerderheid, nieuwe verkiezingen? Ik denk dat het veel te vroeg is om daarop te antwoorden. Laat ons gewoon hopen dat het bestuur degelijk gebeurt en dat er terug wat stabiliteit komt in deze stad. Oké, dank u. Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bink It. Just Blink It.